Vandaag moet ik de juiste deur kiezen in Roblox. Want als ik de verkeerde kies, gebeurt er iets fout. Want er zitten hele enge deuren tussen, kan ik je vertellen. En voor elk duimpje omhoog op deze video moet ik één deur openen. Oké, hier staan we dan bij kies de juiste deur. En ik zie hier drie deuren voor me staan. Nummer 1, 2 en 3. En laat weten in de reacties door welke deur ik moet gaan. En dat liedje op de achtergrond is ook echt mega eng. Oké. Jullie laten allemaal 2 achter. Oké, we gaan door 2. Eens even kijken. Hé, waarom speel ik dit? Oké, het is 2 niet. Laten we dan maar voor 3 gaan, denk ik. Oh, en ik zie ook allemaal mensen doodgaan. Oké, eens even kijken. Oké, dat is hem ook niet. Oké, ik hou echt niet van dit soort enge spelletjes. Maar dan blijft alleen 1 over. Oké, eens even kijken. Dus dit kan je. Het is ook echt super laat in de avond. Hoezo speel ik dit nu ook? Oké, we moeten op een meteoor springen. Dan op deze. Oké, en dan helemaal naar de overkant. Oké, ik viel bijna in de lava of zo. Oké, waar zijn we? Ik denk dat we een van deze deuren moeten kiezen. Oké. Ogen dicht. Oké, daar is een rode knop. Deze dan? En deze? Oké, ik denk dat we letterlijk een van deze deuren gewoon moeten kiezen. En dat we nog niet kunnen zien wat erachter zit. Oké, ik denk dat dit de goede is. Volgens mij is dit de goede, toch? Oké, links was absoluut niet de goede. En ik ben echt niet bang hoor. Oké, misschien de middelste dan. Hopelijk is deze wel goed. Oké, nee, dit is Pennywise! Ik vind dit nu al niks. Waarom zeiden jullie tegen mij dat ik dit moest gaan spelen? Jullie wisten gewoon dat ik hier hartstikke bang ging zijn. Oké, de laatste deur dan maar. Wat is dat? Oké, moeten we hier overheen? Eens even kijken. Oké, we moeten wachten tot deze verdwijnt en rennen. En dan wachten tot deze verdwijnt. Auw! Wacht, kunnen we er overheen? Oké, hij zegt de hele tijd, wil je verstoppertje spelen? Nou, zeker niet. Oké, we zijn er. Oké, langs allemaal lasers. Dit kunnen we, Dennis. Dit hebben we vaker gedaan. Dit moet een makkie zijn. Daar en we zijn er. Meer deuren. Ik zie daar gevangen. Wacht, is dit de juiste deur? Wat is deze deur dan? Oh nee. Maar kunnen we er doorheen? We kunnen er gewoon doorheen. Oh, hij heeft gewoon iemand anders gepakt. Oké, we moeten denk ik niet de bommen hier aanraken. Want anders krijgen we een hele grote knal hier. Ik ben geen crimineel, meneer. Geloof je het zelf? Wat doe je anders hier bij de gevangenis? Oké, moet ik hier naar boven of moet ik hier de juiste celdeur kiezen? Moeten we hier doorheen? Oh, dat maakt een heel erg eng geluid. Oké, we gaan door deze deur. Hallo. Slenderman! Oh, ze staan hier ook 6 deuren in plaats van 3. Oh nee, elke deur is gewoon hartstikke eng om doorheen te gaan. Is dit de goede? Wat is dit? Nee. Is dit allemaal? Ze zijn ook echt hierboven. Zijn ook nog eens 3 deuren. Waarom doen ze dit ook? Tot nu toe hebben we niet zo heel veel geluk met de juiste deur. Kies heb ik al door. En ik zie linksbovenin dat iemand dood is gegaan door Piggy. Zit zelfs Piggy erin? Oké. Laten we deze deur openen. Iemand is dood gegaan door Slenderman. Oh nee. De Cyberlet! Ik heb nog nooit Cyberlet gezien. Oh, hoeveel geluk hebben we. We hebben letterlijk 4 van de 6 deuren. Ja, daar zou ik dus niet in gaan, meneertje. Daar, ja, hij is dood gegaan door Cyberlet. Oké, kom op. Dit moet wel de goede zijn, toch? Eindelijk, kom op. Geef me de goede deur. Moeten we hier door? Dit was de goede. Oké, wat moeten we hier doen? Oké, de blokken verdwijnen. Oké, rennen, springen. Oké, ik ben zo erg in de war. Oh nee, dit zijn 1, 2, 3, 4. Dit zijn 10 deuren. Dit zijn letterlijk 10 deuren. Hallo? Nee. Hallo, ik zoek de uitgang. Hallo, is dit de uitgang? Waar ben ik? Nu kom ik uit deze deur. Dus die deur ging naar deze deur. Oké, ik dacht echt dat er iets engs uit zou komen. Oké, en dan deze deur gaat naar... Oké, deze deur en deze deur werken niet. Laten we de tweede deur pakken. We moeten onthouden welke deur niet komt. Klopt. Oké, dat is welke deur? Oké, dus die deur en die deur kloppen ook niet. En de eerste en die ook niet. Misschien deze. Dit is zo verwarrend. Oké, deze dan? We gaan gewoon elke deur langs bij elk rijtje. Is dit dan de juiste? Ja, dit is de juiste. Oké, perfect. Dit was de juiste. Wat is dit ook voor band hier voor me letterlijk waar ik op moet springen? Dat is alleen al eng genoeg. Oké, en dan daarop. En dan draaien we daarop. Oké, over de lava. Makkie. En moeten we nou door het oog lopen? Oké. Springen. Oh nee, die band gaat mee. Springen. Oh, dit is Peppa. Peppa, laat maar door je oog. Oké, dat klinkt heel raar trouwens, maar oké, we zijn er. En hier zijn heel wat mensen en ik zie daar Peppa Pig. Oftewel Piggy. Dit is Piggy, letterlijk. Oké. Waar heb ik de sleutel gelaten van deze deur? Het moet hier ergens zijn. Oké, er moet hier dus ergens een sleutel zijn. Ligt die dan hier of moet ik daarvoor door een
andere deur. Kijk, ik zie daar een sleutel liggen in de wasmachine, maar waar zou deze deur dan heen gaan? Is dat ook naar het washok? Nee, dit is naar een slaapkamer. Oké, hier ligt niks. Oké, dan is het denk ik toch bij dat washok daar, hiernaast. Kijk eens aan. Oh, dit is echt een heel erg eng huis. Kijk, hier ligt de sleutel. Dan moeten we die... Zo, die open. Dan hebben we de sleutel van die deur. Hallo? Oké, dan kunnen we die andere deur gaan openen. Er gaan zoveel mensen dood, letterlijk. Eens even kijken. Zo, alleen ik heb de sleutel. Ja, kijk eens aan. Oké. Volgens mij, het schijnt heel erg moeilijk te zijn om bij het einde te komen. Oké, rennen. Oké, we zijn er. Deze deuren komen inderdaad bekend voor. Oh nee, gaan we weer. Oh nee. Het is zo eng hoe ze op je aflopen. Oké, deze deur dan. Was dat natuurlijk Freddy? Oh nee. Dit is Five Nights at Freddy. Ik heb dat spel trouwens ook nog nooit gespeeld. Als jullie willen dat ik ook nog eens een keer Five Nights at Freddy ga spelen, doe dan zeker een duimpje omhoog. Ook al wil ik dat echt niet. Horror is zo niet mijn ding. Ik word daar zo bang van. Oké, ik heb ook helemaal kippenvel. Oké, is dit de juiste deur? Waar gaan we heen? Ik zie hier niks. Waarom is dit eng? Ik zie hier helemaal... Oké, zelfs daar schrok ik van. Moet je nagaan. Oh nee, kom op. Zo, aan het slot. En naar voren. Ja, en dan hierop. Dan daarop. Kom op, laatste deur. En we zijn er. Oh, nog meer deuren. Dit zijn geen deuren meer. Dit is gewoon een lift. Nu moeten we de juiste lift gaan kiezen. Oké. Laten we op het liftknopje drukken. En ik hoor de lift al. Daar zijn we. Kom maar mee. Laten we eens even kijken waar dit heen gaat. Nee. Ik wil niet weg. Oké, er gebeurt nog niks. Dit is Slenderman. Nee, we stoppen hier niet. We willen hier niet stoppen. Ga maar door. Pennywise. Ga maar door met de lift. Cybernet. Karen. Oké. Oh, ik ben zo blij dat we niet bij één van hun gingen stoppen, letterlijk. Oké, we moeten onder de lasers door. Oké, oppassen. En de onderdoor. Oppassen. Wij gaan gewoon onze tijd nemen. We gaan niet het risico wagen. En hier wachten en lopen. Oké. Hij zegt, jij gaat als eerst en ik volg jou wel. Oké, natuurlijk. Dit lijkt het meeste op geel. Dus we gaan voor de gele deur. Oké, eens even kijken. En dan moeten we hier naar beneden, zegt die pijl. Oh, was dat de juiste deur? We zijn er bijna. Oké, we moeten nu nog een deur kiezen. Ik wil niet meer. Maar we moeten hier uit. We moeten bij het einde komen. Weg. Oké, daar was Piggy dus. Daar was Piggy waar we het aan het begin over hadden. Oké, dan is dit de goede deur, Dennis. Er kan niks meer misgaan. Dit is gewoon de goede deur. En is dit het einde, letterlijk? Ja, we hebben het einde. In 18 minuten en 47 seconden is het gelukt. Oké, dit doe ik nooit meer. Ben ik klaar mee. Ik ga er vandoor.